Leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. Ik heb een gast voor deze video. Hoi, Nathalie is aanwezig en als jullie mijn vlogs langer volgen, dan kennen jullie Nathalie al wel. Maar voor de mensen die mijn vlogs nog niet gezien hebben, Nathalie is mijn zusje en wij gaan vandaag een video opnemen. En dit is de I Do My Sisters Make-up. Heel lang over gezeurd, want het leek mij heel erg leuk om Nathalie een keer op te maken. Gewoon in de stijl zoals ik mijzelf opmaak. En Nathalie doet haar make-up zelf altijd anders, wat minder uitgebreid. Maar het leek mij heel erg leuk om het een keertje dus heel uitgebreid te doen. En wij hebben op een gegeven moment een soort van dealtje gesloten. Dat als ik karaoke met haar zou doen in de vlog, dan mocht ik haar make-up doen in een video. Mocht je die karaoke vlog hebben gemist, kan je hem hier of daar of ergens in het scherm wel terugkijken. Ik zal hem even hierboven linken, inderdaad. Dus nu is het tijd om Nathalie te gaan opmaken. Ik zal de producten ook eventjes in beeld laten zien. En ondertussen kletsen we eigenlijk gewoon een beetje. Dus, maar je ging dan ook een uitleg geven, toch? Dan ja, ik zal ook een beetje uitleggen wat ik natuurlijk ga doen. Dus mocht jij benieuwd zijn hoe Nathalie eruit ziet nadat ik haar heb opgemaakt, zou ik zeggen, kijk gezellig mee naar deze video. En doe je duimpje omhoog! Ik ga eventjes beginnen met een haarband bij Nathalie aan te brengen, want dan blijft haar haar uit haar gezicht. Spannend. Oh, dan, dus ik denk, oh, je gaat mijn burg of zo. Nee, nog gekkie. Oh, het is net of ik zo'n rol verband aan mijn hoofd heb. Alsof ik mijn hoofd heb gestoten. Oh, het is wel leuk. Ja. Ik ga beginnen met een primer en ik breng de Prime Fine Anti Red Base aan van Catrice. Omdat Nathalie nu wat meer last heeft van wat oneffenheden, ga ik deze aanbrengen. Om de boel even lekker glad te maken. Oh, je bent nu net een smurfje als ik dit zo aanbreng. Een smurf of een hulp? De hulp meer. Eigenlijk. Oh, dit lijkt me grappig. Oh ja, heftig. En kan je dan ook gewoon nu uitleggen van waarom kies je dan bijvoorbeeld voor groen? Ik heb zelf altijd zo'n doorzichtige primer. Ja, we hebben nu eigenlijk specifiek voor groen gekozen omdat Nathalie wat meer roodheden in haar gezicht heeft. En groen camoufleert rood. Dat is heel gek, maar ja, groen die staat daar heel erg onbekend dat ze rood gewoon goed camoufleren. En ja, dat is dan voor nu even een hele goede keuze om dat te doen. Maar ik kan me voorstellen dat andere mensen hier even kijken, dat die denken, groen, ik ga dat dus niet kopen, ik ga dat in mijn gezicht smeren. Hoe komt het dat dat uiteindelijk, dat groene, dat je dat niks meer van ziet? Ik ben dat ook namelijk, ik zou nooit zo snel groen spul kopen. Nou, het is best wel een lichte structuur en als je er een goede dekkende foundation overheen aanbrengt, zie je daar eigenlijk niks meer van. Kijk, nu heb je nog een beetje een groen uiterlijk, maar zometeen met de foundation ga je er niks meer van zien. En hoe zit dat? Want ik doe foundation altijd ook op mijn hals. Waarom primer niet? Omdat primer eigenlijk meer voor je gezicht is. Foundation in je hals. Ja, in je hals. Dat hoeft eigenlijk niet echt mee te kleuren. Nu ga ik foundation aanbrengen. Dat is de Catrice Allmat Plus. En deze is in 010 Light Beige. Dit is echt een hele lichte foundation die ik ga aanbrengen. En die past heel goed bij natuurlijke huidskleuren. Omdat ze dus ook niet heel erg donker is. Dat komt best wel lief. Best wel. Nathalie heeft best wel een lichte huidskleur. Ik doe nu trouwens wel even een flinke laag. Omdat dan dat groen goed gecamoufleerd wordt. Maar je kunt ook een heel dun laagje aanbrengen als je het wat natuurlijker wilt houden natuurlijk. Maar aangezien we het vandaag op de manier doen zoals ik het zou doen, gaan we een flinke laag doen. Niet dat ik normaal heel erg flinke lagen aanbreng, maar voor nu lijkt me dat even een goed idee. Ik zet het altijd in stipjes op het gezicht en daarna ga ik het altijd inblenden. Ik werk nooit met mijn handen omdat ik dat zelf nooit zo heel erg prettig vind. Maar je zult zometeen zien, van het groene ga je ook niks meer zien als je hem heel goed inblendt. En dan hebben we je haar vastgemaakt en dan zijn we nog wat losse haartjes. Je ziet nou ook heel goed dat je plekjes waar je een beetje last van hebt, dat die goed gecamoufleerd zijn. Ja, want ik heb echt van die rode puntjes op mijn huid. Dat komt echt van een puistje. Die komt weer openkrap. Maar dit zie je dan zo ook niet meer. Als het goed is niet. Daarom doen we nu ook een wat dekkendere laag, zeg maar. De hulp is inmiddels verdwenen. En goede kwasten werken ook wel vaak heel goed hoor, moet ik heel eerlijk bekennen. Nu is het tijd voor de concealer. En ik ga de Stay All Day Concealer gebruiken van Essence. Dit is een Long Lasting Concealer. Dit is een wat donkere concealer. Nathalie's voorkeur ging eigenlijk naar een wat donkerdere concealer. Normaal zou ik persoonlijk kiezen voor een lichte concealer, maar wij gaan nu voor... Waarom dan licht? Omdat dat gewoon beter bij de foundation past, zeg maar. Maar ik heb hem nu een beetje afgestemd op jouw voorkeur. Nou ja, mijn voorkeur is puur en alleen donker, omdat ik dus kringen onder mijn ogen heb. En die zie je vaak gewoon nog erdoorheen door mijn foundation. Gebruik jij zelf trouwens eigenlijk concealer als jij je eigen make-up doet? Ja, precies. Het is, ik ben heel makkelijk. Ik doe eigenlijk altijd gewoon, als ik me opmaak, foundation, ja, poeder en mascara. That's it. Ja, precies. En als ik soms zin heb, dan doe ik eerst een primertje eronder, maar het is gewoon zo'n olie-basisprimer. Ja, die maakt je huid ook al wat vetter natuurlijk. Ja, ik weet ook niet of dat goed is of niet. Tegenwoordig zijn heel veel primers toch wel oliebasisvrij. Dat is eigenlijk al gedaan. Ja, deze is ook echt jaren oud hoor. Maar, en dan doe ik soms ook wel eens een concealer of zo, maar oogschaduw bijna nooit en zo. Ik ga haar gezicht afpoederen met de Catrice Allmat Plus. Het is een witte poeder die gewoon doorzichtig wordt uiteindelijk. Maar deze is ook, ja, deze laat je gezicht ook gelijk minder shinen, zeg maar. En dit is toch puur en alleen om alles wat meer op zijn plek te laten zitten, hoor. Ja, ik wou zeggen, om het af te poederen, toch? Ja, vaak als je dit doet, dan kan het ook niet meer gaan verschuiven. En dat is wel heel erg prettig. Maar wat is dan het verschil met witte poeder of met gekleurde? Nou, wit die kun je eigenlijk over elke foundation gebruiken. Ik vind wit vooral ook heel geschikt voor een wat lichtere foundation. Maar ja, gekleurde poeder kan ook prima. Maar dan moet die wel heel goed bij je foundation passen. En dat is vaak een beetje een dingetje van wil dat ja of nee. En dat is niet altijd even geschikt. Het voelt gek nog wel heel vet, mijn huid of zo. Ik weet niet of dat maar van alles erop zit. Ik ga nu bronzer aanbrengen en ik gebruik de hashtag Secret Party Bronzing Powder. Deze is van Essence, die komt ooit eens uit een limited editie. En we hebben eigenlijk bewust gekozen voor een wat lichtere bronzer. Omdat Nathalie natuurlijk ook een wat lichtere huidskleur heeft. En vooral als je het niet gewend bent om heel veel make-up te dragen, zou het heel erg raar zijn om ineens een super donkere bronzer aan te brengen. Ik hou daar persoonlijk dan wel zelf heel erg van, maar ja, dat is gewoon, je moet even kijken wat erbij past. Ik doe ook altijd een beetje op het voorhoofd, om een beetje meer vorm te creëren. Vorm in je voorhoofd. En ook onder je... ja, dat lijkt me heel mooi om te zien als je echt van die scherpe kaaklijnen hebt. Dat kan je hiermee creëren, toch? Dat klopt, ja. Vooral als mensen bijvoorbeeld een beetje een onderkin hebben, kun je dit ook heel goed... Niet dat ik die heb overigens, mensen. Nee, maar die kun je dan ook heel goed camoufleren, zeg maar. Het is wel eventjes heel belangrijk dat je dit altijd heel goed inblendt. En ik doe dit altijd met een aparte kwast. Oh, ja, ik snap het. Als je dit niet goed blendt, dan... Want anders zie je heel erg de harde lijnen. En dat is gewoon niet zo. Maar dat voelt helemaal niet alsof je dat heel hard moet doen. Want als ik dus dan blend, dan wrijf ik echt mijn wang bijna kapot. Als het ware. Nu gaan we blush aanbrengen. Ik gebruik deze rouge powder. Deze is van Cien. Deze komt gewoon van de Lidl. En we hebben gekozen voor een wat lichtere, natuurlijkere blush kleur. Omdat Nathalie dit heel erg mooi vond. Nou, ik zal nog eerlijker zijn. Ik hou niet van blush. Ik haat het. Maar ja, de deal was... Je gebruikt nooit blush? Jij gebruikt nooit blush? Nee, maar jij ook niet? Jawel, ik wel. Oh, ik wou zeggen, ik verstond dat je zei, ik gebruik het zelf ook nooit. Vandaar dat ik... Jawel, ik gebruik het altijd. Nee, ja, ik hou niet van blush. Ik heb wel blush, maar ik vind het verschrikkelijk. En om natuurlijk lekker die glow te geven, gebruiken we het Glow To Go highlighter palette van Essence. Met een lekker glittertje. Heb je een voorkeur voor een kleurtje trouwens? Nee, jij bent hier verder de baas in. Ik vind het gewoon wel lekker om iets van glimmend te hebben, maar... Dan gaan we voor de gouden. Oh, lekker goud. Deze moeten we zo wel nog even een beetje inblenden. Want ook hierbij zie je nu best wel de harde lijnen. En op zich doe ik het nu ook al wel met het kwastje hoor, een beetje. Maar ik veeg toch altijd liever een beetje harde lijn uit. Ik doe het ook altijd even op de neus. En altijd een beetje boven het cupido-boogje. Het ziet er dan weer heel erg mooi uit bij de lipstift. Ik ga nu even iets de harde lijn een beetje uitvegen. Echt heel voorzichtig. Ik vind hem zelf al heel natuurlijk hoe die er nu op zit. En boven je lippen laat ik hem zoals die is, want dat zie je niet heel erg. Voor de wenkbrauwen ga ik dit Eyebrow Stylist setje gebruiken. Deze is van Essence en dit is de versie voor de blonde wenkbrauwen. Ik ben een brunette trouwens, maar op mijn hoofd ben ik blond. Ik ga voor een gezicht. Oh, wat raar. Is dit poeder? Ja. Oké. Okay. Wat is het verschil tussen poeder en vloeibaar? Vloeibaar is vaak net echt iets extremer. Ik hou zelf heel erg van poeder, omdat je dit gewoon ook vaak nog makkelijker kunt fixen. Mocht dit nodig zijn. En met fixen bedoel je niet fixen van ik fix dingen, maar gewoon het een beetje in model vormen, toch? bijvoorbeeld een beetje te ver doortrekt, kun je ook nog heel makkelijk verwijderen zonder dat je vlekjes krijgt. Ja. En Nathalie heeft best wel dunne wenkbrauwen, dus die heeft ook niet heel veel nodig. Doe jij zelf eigenlijk wat aan je wenkbrauwen? Evalueren of zo? Nee, qua product. Ja, een wenkbrauwpotlood gebruik ik tegenwoordig. Dat vind ik heel chill. Oké, ik borstel ze even door. Ik borstel ze een beetje naar boven. Het verschil tussen Nathalie haar wenkbrauwen en die van mij is dat ik echt wel wat grovere wenkbrauwen heb en Nathalie wat... Ja, maar jij epileert ook. Ja, maar meestal alleen onder. En om ze even gelijk te laten zetten ga ik deze Little Eyebrow Monsters Eyebrow Fixing Gel gebruiken. Deze komt ook uit een limited editie, maar dit is gewoon een transparante wenkbrauw gel. Oh, dat voelt ook heel goed. En dan ga ik ze weer eventjes nog doorborstelen, zodat het eventjes goed in verwerkt zit. Dan ga ik een eyeshadow primer gebruiken. Ik gebruik deze van Miki. En deze is ook hydraterend. En Nathalie gaf aan dat ze best wel last heeft van droge oogleden. Dus dan is een hydraterende... En hangend. Ook nog. Hangend en droog. Ja, dat zeg ik altijd. Hij is gewoon wit trouwens. Hij heeft een witte basis. Maakt dat ook nog uit qua kleur? Nee, op zich niet. Het is heel erg... Oh, dat is zo lekker als iemand je ogen... doet, alsof je gewoon gemasseerd wordt op je ogen. Het klinkt heel raar. Als we zo meteen even nog met mijn hand een beetje meer uitsmeren. Normaal ben ik er niet zo van, maar in dit geval... Het voelt erg lekker. Dit breng ik vooral aan, zodat het zo meteen je oogschaduw goed op zijn plek houdt. Maar jongens, als je wil ontspannen, vraag of iemand je oogballen masseert. Dat is echt raar, maar lekker. Ik heb even een oogschaduw gepakt van Shen. En dit is een witte kleur. Die ga ik even als basis aanbrengen. Ook al hebben we natuurlijk ook al de primer aangebracht. Dan heb je even dat die ook een beetje een soort van afgepoederd is, zeg maar. Je zou dit ook met je poeder kunnen doen, maar ja, ik vind dit gewoon makkelijker. Maakt dat dan ook nog uit hoe lang je die basis op hebt zitten? Want ik heb altijd het idee, als ik dus basis doe, als ik dan een keer oogschaduw doe, doe ik basis. Omdat ik dus echt het idee heb dat ik een beetje overhangende oogleden, nou ja, niet het idee. Mijn oogleden die hangen een beetje overheen. Dus je ziet de oogschaduw loopt dan heel snel uit. Maar moet je die basis dan ook heel lang op je oogleden laten? Of? Nee, als je maar goed uitgesmeerd is en je poedert hem een beetje af, is het al heel erg goed. Ik ga een look maken met het Glitterizer Mixed Match Palette van Catrice. Dit is echt een palette, ik zal het laten zien, met heel veel glitters. En hier ga ik dus een look mee maken. En ik weet dus gewoon niet wat voor kleuren, dat is echt leuk. En ik ga beginnen met... een beetje een highlight zetten. En dit doe ik vooral... op het wenkbrauwbot. Nou heeft Nathalie een vrij dun wenkbrauwbot. En ook op de binnenste ooghoeken. Dit gaat wel een heftig oogvloekje worden, denk ik. Oh, ik ben echt heel benieuwd. Ik vind het echt heel leuk. Nou, ik zal niet vertellen welke kleuren ik ga gebruiken, want dan is er voor Nathalie straks nog even een verrassing. Ik ben wel heel benieuwd wat zij hiervan gaat vinden. Ik denk dat ze hem heel heftig gaat vinden. Je werkt ook vaak met oogschaduw met meerdere kleuren, of werk je ook heel vaak gewoon met één kleur? Nee. Ik gebruik altijd 4, 5 kleuren. En dit heeft puur te maken Met het feit dat je ook diepte kunt creëren. Dat soort dingetjes. En waarvoor is die diepte dan zo goed? Nou, dat ziet er gewoon net weer wat strakker uit. En ik blijf erbij. Blenden is gewoon heel belangrijk. Want je wilt gewoon niet die strakke, dikke lijnen. Jij gebruikt zelf niet heel veel oogschaduw, hè? Nee, niet veel en niet vaak. Nee. Omdat je dus bij mij niet zo heel goed ziet. Nee, precies. Maar als ik echt een feestelijke gelegenheid heb, dan doe ik het wel. Nee. Het is ook wel echt een heel erg poederig palet hoor, moet ik zeggen. Dat is goed of niet? Qua pigment is het goed, maar qua aanwending is het niet altijd even prettig. Ja, dan valt het poeder ook lekker op je wangen zo. Ja. En dan is de oogschaduw erop. Ik ga eyeliner aanbrengen. Dat vind ik wel een beetje spannend, moet ik zeggen. Ik ga de Super Last Eyeliner van Essence aanbrengen in een diep lekker kleur. Ik ga een dun laagje aanbrengen bij Nathalie, of een dun lijntje. Omdat Nathalie dus dit eigenlijk nooit gebruikt. Dus als Nathalie al zegt, ze heeft iets meer hangende oogleden. Dus ja, dus bij mij moet je hem ook echt gewoon zo strak trekken. Ja, dat is echt wel heel lastig, vind ik ook, als je het zelf moet doen. Oké, ik... Cool, ik voel een soort van kleine wing. Ik ga even een oogpotlood aanbrengen. Dit is een Long Lasting Eye Pencil van Essence in de kleur Black. Ik vind het zelf heel fijn, want dit is een potlood wat je omhoog kunt draaien en dus niet hoeft te slijpen. Oké, waar moet ik nu heen kijken? Want dat vind ik echt spannend. Ik wil zeggen haar in mijn face. Ik zal niet al te dik bij jou aanzetten, want jij bent het ook niet zo gewend. Dat, plus bij mij loopt het heel snel uit, omdat ik heel snel traanogen heb. Ja, dat is vervelend. Ik ga even haar wimpers kleuren en ik gebruik deze wippenkleur van Catrice. Dat vind ik ook zo. Wacht, ik kan dat niet. Moet ik het doen? Ik kan ze niet open houden. Ja, als jij het niet kan, wil ik het bij kan. Dan zie ik wel mijn ogen. Ik zal proberen. Ik denk dat het goed is. Ik Wimperskrullen is echt heel raar als een ander dat gaat doen. En we gaan deze mascara van Maybelline, dit is de Colossal Go Extreme Volume mascara, aanbrengen. Kun je naar boven kijken? Kom vast zo. Ja, doe maar. Ga ik jouw hoofd een beetje vast. Niet knipperen. Is heel moeilijk, hè? Het is moeilijk om niet te knipperen, gek. Ik ga even aan de andere kant staan, want ik kan dit dus niet met links. Mascara aanbrengen bij iemand anders is ook even lastig. Ja. Volgens mij ging het best wel goed. Jawel. Met knipperen. Of niet knipperen, juist. De laatste stap. Bijna. We gaan lipgloss aanbrengen. Ik ga de Melted Chrome Liquid Lipstick aanbrengen van Essence. In de kleur 03 Copper Dropper. Leuke naam ook. Mag je iets omhoog kijken? En de allerlaatste stap, Fixing Spray. Fixing Spray. Ik ga de Prime Fine Dewy Glow Fixing Spray gebruiken. Spray het altijd op een afstand op. En waarschuw van tevoren dat je sprayt. Oké. En dan mag Nathalie zometeen het eindresultaat zien. En dat zien we zometeen. Oké, Nathalie's look is klaar. En ze mag nu kijken. Dus ik ben heel benieuwd wat je ervan gaat vinden. Ik moet even heel dicht bij de camera. Oh, oh, die ogen. Ik ga even goed in de spiegel kijken. Ik ga even in de spiegel kijken. Die hadden we eigenlijk hier erbij moeten hebben, maar dat zijn we vergeten. Oh, ik vind die ogen wel een beetje too much, hoor. Ja, de rest vind ik heel mooi, maar die ogen vind ik heftig. Ja. Dat is ook echt inderdaad heel erg uitgelopen. Ja, het ene oog is een beetje... Maar wel heel mooi. De ene oog is een beetje uitgelopen, helaas. Het ging mis met de eyeliner, dus dat moesten we even opnieuw doen. En eyeliner is heel moeilijk om weg te vegen. En dan snap ik ook wel dat mensen het liefste poeder als laatste doen, maar... Ik vind die lipgloss ook heel mooi. Hier een vlek. In mijn puist. Ja, dat is foundation. Nee, het is zwart. Dat ogen is inderdaad, ja, omdat de ene is uitgelopen, is het heel heftig. Maar ik vind de basis, zeg maar, heel mooi. Maar ogen zou ik nooit zo doen. Dat is nee, dat weet ik al wel. Dus, jouw conclusie is, jij zou het op deze manier niet doen? Nou, op zich, die basis is wel iets waarvan ik denk, oh, dat vind ik echt heel mooi. En dat wil ik dan ook wel aanschaffen, als je dat op die manier doet. Maar ook wel door die streepje. Dat is rouge, denk ik. Ja. Maar dat vind ik echt heel mooi, de basis. Alleen die ogen vind ik niet zo... Die zijn jou iets te heftig. Ja. Maar dat komt... Ik ben dan wel iemand die bijvoorbeeld geel op mijn ogen smeert. Maar dan gewoon alleen geel. En niet eromheen. Nee, dat vind ik te. Nou, dat kan. Muis, je speelt even met de dop van de foundation. Nou, dan was dit de video. We hebben het zo goed mogelijk proberen te filmen. Ik moet wel zeggen, het is niet altijd even makkelijk om het voor jullie goed zichtbaar te laten zijn. Maar ik hoop dat dat is gelukt. Ja. Ik hoop dat je het leuk vond om te zien. Ik wil je voor nu heel erg bedanken voor het kijken. En... Als je nieuw bent op dit kanaal, vergeet je dan niet te abonneren. Het is gratis. En doe een duimpje omhoog. En druk ook even op dat belletje, want dan krijg je wel melding zodra een nieuwe video ontstaat. En dan zie ik je weer bij de volgende video. Doei!